Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van de Advance Wars Reboot Camp. Vandaag gaan we weer verder met de cursus van Kanbe. Papa, alsjeblieft, hou op met dat gezeur. Ja, Kanbe's logica is letterlijk of kamikaze, of mensen overweldigen met je betere units. Ja, Kanbe's fout. Je kan al nagaan, dat is een flinke fout. Je kan ook nu langzaam zeker ook steeds meer zien dat boven het level en de commandant je ook de gebouwen kan zien. Ik heb er zin in. Nou, dit is eentje die zowel met Max als met Sami kan doen. Andy is hier niet zo praktisch op. Max kan makkelijke dingen kapot maken van Kanbe, zodat je de basis makkelijker kan unlocken. Sami kan je beter gebruiken als je snel alle basissen wil overnemen. Want dit ziet er al heel druk uit. Maar het valt reuze mee. Geef de moed niet op, jongens. Geweldig! Zeg maar alsjeblieft dat je een grapje maakt. Het mooiste vind ik ook nog van Max. Max altijd die vraagt van Andy. De fuck heb jij gedaan de hele game? Maar ja, dit is weer een capture the flag. Dus daarom zeg ik ook dat dit op zich met Sami ook wel praktisch was. Dus de truc in deze is als volgt. Wij moeten zo snel mogelijk het luchtruim vrij hebben gespeeld. Zodat wij de laatste eilanden kunnen pakken. Want wij hebben hier geen haven. Dus idealiter zou je dus het vliegveld waar wij staan, het vliegveld rechtsboven ons, beide zou je zo snel mogelijk moeten rushen. Maar je ziet ook al, wij hebben geen geld. Dus een van de eerste dingen die je moet doen is heel snel infanterie gaan bouwen, zodat jij met dat transportvliegtuig wat je hebt de dingen kan ophalen. Want je ziet al, Kanbe heeft heel veel gebouwen. Maar één basis staat op een eiland waar hij niet bij kan. Want je kent de eigenschappen wel van een transportvliegtuig. Een transportvliegtuig kan alleen maar infanterie meenemen. Voor de rest kan hij niks anders meenemen. Dus wat wij doen is met onze gevechtshelikopters zijn gevechtshelikopters neerhalen. En met onze straaljager de rest van zijn units uit de lucht halen. Want een straaljager kan geen infanterie neerhalen. Dus wat doe je? Je haalt zo snel mogelijk je transport weg en brengt hem zo snel mogelijk weer terug naar iets anders. Zodat jij jouw infanterie zo snel mogelijk weer naar een volgende plek kan inzetten. Zodat jij ook zo snel mogelijk weer basissen kan overnemen. En ook zo snel mogelijk bommenwerpers kan halen, zodat jij, als jij moet vechten om bepaalde basissen met Kanbe, dat jij dit ook kan doen met de overgebleven units. Nou, een paar afleveringen geleden zei ik het. Het effect of het enige voordeel van een lange afstand luchtafweer is als je op eilanden vecht. Nou, voor zulke plekken is dus dit ideaal. Want dan kan je ook rustig van de afstand de dingen neerhalen. En de afstanden tussen de eilanden is niet groot, maar wel groot genoeg dat je, nou ja, simpel gezegd, alle helikopters van iedere afstand kan neerhalen. Nou, nu gaan we eerst even kijken wat Kanbe gaat doen. Nou ja, Kanbe hebben al aardig wat schade relatief gedaan in het begin. Dus hij heeft nu al toegang tot zijn moreel boost. Heeft hij daar wat aan? Nee. Maar je kan ook wel zien, hij heeft niks. De enige twee units die hij mee kan aanvallen, zijn de gevechtshelikopter en de straaljager. Maar ja, zowel de straaljager als de gevechtshelikopter hebben 0,0. Oké, ook
En de infanterie. Maar ja, dan hebben we het ook over infanterie. Ja, en hier zie je ook al een hele mooie. De transportvoertuigen van Golden Comet is een locomotief. Ik weet niet, ik vind het wel geinig iets. Nou ja, en nu zag je het mooie effect van de lange afstands. De lange afstands luchtafweer. Want dan ben je ook niet beperkt door de units die er staan. Nou, dan kunnen we deze veroveren. Volgens mij moesten we er 15 hebben. Dus wat wij nu kunnen doen, is wij kunnen deze infanterie die hier is, inladen en naar het midden van het. Naar het midden van de plek sturen. Terwijl wij de andere gevechtshelikopter mogelijk niet direct naar het eiland rechtsboven ons, maar die waar nu die infanterie en die tank staat, kunnen droppen. Nou, wij kunnen geen units uitladen op zee. Ook al staat er dan een stuk land naast ons. Nee, transporthelikopters moeten op vast land staan. Dat is best kloten. Nou, we brengen deze straaljager heel even terug om in te laden. Is het nodig? Nee, niet echt. Want er is voor de rest niks meer. Maar voor de rest doet zo'n voertuig ook niks meer. Want Kanbei heeft geen luchtvoertuigen meer. Hij heeft geen helikopters meer. Alles wat hij heeft zijn nog maar tanks en anti-air. En 2 transporthelikopters. Nou. Voor je transporthelikopters hoef je niet heel erg bang te zijn. Tenzij zij. Nou ja, voorbij die dat transportvoertuig komen. Dus als zij langzaam zeker in de buurt komen van. Jouw eilanden. Dan is het misschien handig om snel. Even uit te breiden. Maar anders zou ik gewoon zeggen, fuck it, later maar. Maar dat heeft toch geen zin. Nou, even een andere gevechtshelikopter healen, want helikopters en aerial units zijn duurder. Het enige wat over het algemeen duurder is, is een slagschip. Maar ja, dan heb je het ook over een slagschip wat een van de beste units zijn in de game. Nou ja, je kan al zien, hij is langzaam zeker ook aan het uitbreiden. Maar ja, het enige praktische wat hij had kunnen bouwen op dat eiland rechts van ons, is een raketartillerie. Maar ja, raketartilleries zijn ook duur. Dus wat hij aan het doen is, ik weet het niet, maar hij is niet heel snugger. Dus daarom kan je deze op zich. Nou, rustig aanpakken. Ja, je moet eigenlijk wachten op bommenwerpers. Want met jouw gevechts. Met jouw straaljager kan je al die 2 transportschepen wel neerhalen. Dus daar hoef je niet al te bang voor te zijn. Alleen het enige nadeel is dat als jij verder wil, of als jij net te weinig basissen hebt, dat het misschien wel handig is om even een bommenwerper te bouwen voor die anti-air units. Want als jij het stuk nu hebt gehad waar wij nu klaar mee zijn, dan is de eerstvolgende plek waar je naartoe moet het eiland waar die tank en die infanterie nog op staat. Want ja, hij heeft niks, daar heeft hij geen basis, hij kan dan niet blijven bouwen. Dus je hebt alle ruimte om te doen en laten wat je wil daar. Daarom is het ook zo verdomd belangrijk dat je alle units op de juiste plekken neerzet en ook precies op die manier de dingen doet. Oké, dag 6. Deze kan je niet heel erg snel doen. Ik hoop dat dat al een beetje duidelijk is. Het is geen map die je binnen 5 dagen kan afronden. Dat lukt gewoon niet. Daarvoor heb je te weinig infanterie wat je direct kan bouwen. Nou, en nu zie je het effect wat een straaljager doet tegen een transporthelikopter. Badabing, badaboom. Weg is de transporthelikopter. En volgens mij is het ding 15, dus je kan ook al nagaan dat als je
dit heel traag doet, je te traag bent om deze te winnen. Dus in dat opzicht is het soms wel beter. Ja, ik weet niet meer of het 15 is of 15 of 16, dat weet ik niet meer. Ja, en hier was het misschien beter om gewoon meteen alle infanterie er neer te zetten, maar ja. Maar ja, wij zitten nu op 12. En daarom zit ik even te kijken, want als die, als die snugger was geweest, hadden wij nu al... Had hij nu al 15 gehad, dus daarom zit ik even te kijken van, is dat 15 of is het 16 wat hij moet halen? Nou, hier zie je al van, oké, hij probeert nu met zijn transportschip naar mij toe te komen. Maar ja. Wij hebben hier letterlijk een straaljager nog zitten. Wat ik hier heb gedaan is dom. Dit nooit doen. Dat je je bommenwerper in de buurt zit van de anti-air. En daar is gewoon een hele simpele reden voor. Een anti-air kan gewoon een bommenwerper one-shotten. Dus ik heb nu letterlijk mijn bommenwerper gewoon verpest. En iets zegt mij nou dat het ook 15 was in plaats van... dat het aantal 15 was wat we moeten verzamelen. Puur en alleen maar vanwege het simpele feit dat ik heel snel de unit ging rushen. Die nog dat laatste gebied moest overnemen. Dus ik denk 15. Maar ja, nu heb je ook gezien. Zijn plek zit helemaal vol. Hij kan niks meer. Nou, en hier zie je dus mijn fout. Anti-air ontmoet bommenwerpen. Maar ja, we hebben het transportvoertuig ook al gezien. Maar we hebben nu ook het verkenningsvoertuig gezien. Dat verkenningsvoertuig is gewoon een Rolls Royce. Misschien een beetje een aangepaste versie. Maar het is een freaking Rolls Royce. Nou. Nu heeft hij geen ruimte meer om de dingen te doen. Dus ik kan nu letterlijk ook gewoon zeggen van, weet je wat jongens, het is mooi geweest. Ik ga de rest hier veroveren. Want voor de rest heb je hier niks meer. Nee, het is nu gewoon rustig aan. En nou ja, zijn ding maar doen. Maar je zag nu wel hoe ver die range was van zo'n luchtanti-air. Nou ja, waarom Kanbei nu zijn aandacht aan het verdelen is met al deze units, dat weet ik niet. Maar ja, ik heb nu bijna alle steden die hier zijn, bijna allemaal nu veroverd. Dus ja, ook al zou hij mij nou met iets anders gaan beschadigen, ja mooi, maar... Het heeft bijna geen effect meer, want ik heb hem al zowat klaar. En je ziet ook al... Oh, wacht even. Maar... Hij heeft toch een basis? Ja. Maar als hij die basis wil gebruiken, moet hij een transporthelikopter daar naartoe zetten. Die infanterie meenemen. En vanuit daaruit... verder de boel gaan... Nou ja... bereiken. Overnemen. Geef maar even een naam. Maar ja, dat eiland heeft hij nu al zo volgebouwd. Daar kan geen transporthelikopter meer op landen. Want zoals je al net zag, een transporthelikopter moet op vast land staan. Wil hij units daar neerzetten. Nou, laten we nu even die infanterie een keer kapot maken. Want nu begint hij me de keel uit te hangen. Nou, die is bijna klaar. Die is klaar. Nu zit 13-13. 14-12 en nog één beurt en dan zijn we ook klaar.
Nou, nu kan je vragen, oké, maar wacht even. Nu doe je weer een bommenwerper op een anti-air. Ja, als je het geld hebt, kan je een bommenwerper ruilen voor een anti-air. Dat is op zich nog wel te doen. Nou, nu hebben we de laatste unit van hem neergehaald. En nu puur om gewoon zout in de wond te gooien. Get fucked, kan bij. En je ziet nu ook, we hebben het was nooit nodig geweest om de kracht van Max te gebruiken. Omdat het nooit nodig was. Je hebt maar een paar skirmishes gehad, maar je hebt hier nooit een gigantisch gevecht gehad waar de tanks van Maxi nodig waren. Dus daarom is het ook soms niet belangrijk om een specialistische commandant te gebruiken voor zijn specialisme. Ja, en het was inderdaad 15. Dus je moet ook dat witte gebouw zo snel mogelijk tegenhouden. Maar ja, mensen, dat was het. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters. Dat was een zware klus.